gaan we weer. Ze hebben wel veel dorst ook, hè? Hé, hey, wat heb je aan eigenlijk, even vol? Kijk eens even. Huh? Zo. We gaan vandaag even naar de pc. Ik moet nog die ene jas ophalen. Die ligt er ook al 2 maanden niks te doen. Dus we gaan even een jasje ophalen en wellicht gaan we wel even wat inkopen doen. Ja, ik wou zeggen voor de meidenbuffel, maar dan moet je wel heel veel meiden teleurstellen. Blij maken. Dan moet je heel veel meiden blij maken en heel veel meiden teleurstellen. Zo eigenlijk juist geen één. Dus jij kan beter geen cadeaus halen. Ik ga denk ik even voor Dionne een cadeautje halen nog. En we nemen jullie natuurlijk mee als we gaan flaneren op de pc. Zie je dat diesel erin te gooien weer? Oh, kut! Iedereen kijkt al. Wow, ben jij een racer van Ferrari, hè? Met dat rode pakje. Echt, hè? En dat gele riempje. Kijk even. Ziekste drempel. Ja, BC Head Street. Lekker drempeltje inderdaad. Kijk even. Die Lambo pakt deze gewoon niet dan. Hebben ze toch wel vaak gehoord? Goeie mate. Beetje rumor, hè? Kijk. Je wel op de damesafdeling? Hij heeft hem 3 jaar geleden al gezocht. Shoppen voor de meiden. Ja. 3 jaar geleden hebben we deze al gekocht. Oh, deze heb ik 3 jaar geleden, maar dan heb ik nu voor mezelf een kerstcadeautje. Leuk, hè? Mooi. Heb je eindelijk een mooie jas? Jij hebt dezelfde. Ja, daarom. Kijk hier. Oh, ja. Ja, ik was zo blij met die andere, dat ik hem helemaal... Was vergeten. Ik kan hier jaren mee doen. Lees even aan. Nou, is het helemaal top, toch? Kijk, welke maat is het? Echte meid, hè? Ja, mooi, hè? Echte meid, hè? Zo, is weer geslaagd, hè? Cadeautje voor Dionne. Lara, wat zou het zijn? Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Kijk even, we matchen helemaal nu. Niet? Ja, nu wel. Nu jij die zwarte ook aan hebt. Ja, mooi, hè? Prachtig. Wat gaan we doen? We gaan buffel die we heel graag eten. Ja, ik heb ze om te eten. Die echt jongen, altijd. Die buffel, die denkt nou, die wil ik, die gaan we eens even goed aanpakken hier ook. Maar wacht even. Maar kunnen we hier wat eten? Verderop, dat is de andere kant op. Verderop, ja. Maar ik wil even weten, wat ga jij nou doen? Want we hebben de Goud Droog Challenge, die begint 1 januari. Ja. Begint de Goud Droog Challenge. Ja. Jongens, je kan je alvast inschrijven, zorg ervoor dat je op tijd bent. Want het loopt echt storm. Dus als je je programma op tijd wil hebben, moet je alvast aanmelden. Ja. Maar wat ga jij meedoen? Nee, ik ga echt gewoon bulken tot ver in het voorjaar nog. Ik ga wel alvast beginnen. Want ik wil even 1 jaar gewoon echt goed bouwen weer. Dus gewoon even die 250 liften. Je hebt dat ook echt nodig op die leeftijd. Gewoon even die 250 kilo. Ik doe net alsof ik het niet heb gehoord, hè. Buffel me door die camera recht, anders krijg je wel die comments. 250 kilo, ga jij dat doen? Deadlift? Ja, daar ga ik voor, ja. Dus 250 kilo deadlift. Dan laat maar in de comments, willen jullie dat ik meedoe? 100 kilo squat. Als zij willen dat ik meedoe met die Goud Droog Challenge, dan doe ik dat. Als die gasten meedoen? Ja, als de mensen die mee willen, die zelf meedoen. Als zij het fijn vinden, als ik ook meedoe. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, het lijkt me niet handig als jij dat wel doet en ik niet. Dus jij moet het doen. Net zoals gewoon, we gaan gewoon even bulken. Ja, oké, is goed. En dan de mensen die echt gewoon heel ver van heel ver moeten komen. Of die mensen, want wij zijn het eigenlijk ook wel een beetje zat, weet je wel. Het is wel. Ik ben nu al gestabiliseerd, zeg maar. Ja, het is niet zo dat ik nu weer heel veel aankom. Het is ook niet dat we echt nog heel veel eten. Nee, maar ik weeg nu 96 kilo. Het was even met Sinterklaas of zo, weet je wel. Ja, kerst komt er nu ook wel weer even aan. Hey, ieder pondje gaat door zijn mondje. Ieder pondje gaat door zijn mondje. Maar kerst komt er nu ook wel weer even aan. Gewoon even lekker goed eten daar. Sowieso genieten, dus iedereen moet genieten. Je kan je wel inschrijven, maar geniet wel even. Ja. Dus En dan 1 januari pas beginnen. Dus eerst even gewoon te van nemen en dan gaan we zo met z'n allen gewoon even zo bam, gauw droog worden. Maar we gaan eerst even eten nu. Ja. Even eten. Ja.
Ja. Wat hebben we allemaal? We hebben wel veel. Hè? Een burrito. Met eien. Ja. Groeit lekker. Oké. Okay. Het is belangrijk dat deze vlog dus dan even niet online komt voordat Dionne de cadeau heeft eigenlijk. Boeie, Klaus Veen is toch op vakantie. Oh ja, Klaus Veen is op vakantie in Dubai. Maar we gaan nu naar de Chanel zaak. Dat zegt hij ook met pijn in zijn hart, ja. Hè? Eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk om een cadeautje te kopen voor die honden. Nou, kijk. Dus je kan ook gewoon naar de Zara, hoor. Serieus, Dion is daar ook echt hartstikke gelukkig mee. Dion is, sterker nog, hartstikke gelukkig met een kaart gewoon, als ik überhaupt wat... Ja, hoezo houden we niet gewoon een kaart? Ja, maar dat moet ik dus nu ook nog doen, hè? Een kaart halen. Nee hoor, Dion, we moeten toch echt even naar die Chanel voor jou. Oh, hier. Toch? We hebben het heel gezellig. Heb jij nog geshopt? Nou, ik ben nog bezig met shoppen. Tante Joyce helpt even. Tante Joyce helpt. Ze vroeg van, je weet wel wat ik wil, toch? Joyce weet wel wat ze wil. Ik hoop het. Wij drinken nu wel even champagne. Ja. Dus dan zit je sowieso, goud. Ja, we hebben dus even wat hulp ingeschakeld. Dit zijn de hulptroepen. Dit zijn de hulptroepen, ja. Ik weet niet of we er heel blij mee moeten zijn. Nou, misschien jij... kennen de mensen Joyce nog wel van de vlog in elk geval. Van, dat is natuurlijk de vriendin van Julian. En Julian is ook piloot. De piloot van de Wartek. We zijn weer geslaagd, hè, Buffel? Klein presentje voor Dionnetje. Maar ik moet zeggen dat Dionne dat ook wel echt heeft verdiend. Even kijken, hier mag ik gewoon in, hè? Kijk, deze Matty Boy zit hier, hè? Waar gaan we trainen dan? Ik denk dat we even naar Oberwoetel rijden, toch? Met die Ferrari. Hoe laat is het? 3 uur. Het is 3 uur. Nou, voor de file Oberwoetel. Na de file weer weg. Dus trainen even. Jansen. Hey, Woetroe. Ja. We zijn onderweg uit Amsterdam. Kunnen we bij jou trainen? Ik zal even vragen, wacht even. Hey Wouter, hoe is het dan trainen? Ja, is goed hoor. Is Cardioman ook aanwezig? Is Cardioman toevallig ook bezig, of niet? Die wil ik... Is Cardioman daar ook bezig? Want die wil ik wel een keertje zien trainen ook. Nee, die is net klaar. Oh. Morgen weer. Oh, jammer. Hey, oké. Okay. Maar hoe laat zijn jullie er dan? Ja, dat ligt aan als het mee zit, denk 25 minuten of zo. Gezellig zeg. Ja. Oké, tot zo. Hoi. Hey, Matty Boy! Hey, Buffel! Nee, hier links, hier links, hier links! Ga naar links! Naar links, naar links, naar links! Naar links. Moet naar rechts, naar rechts! Je moet hier naar links! Juist! Wow! Hey, hebben we nog die trappen nog op? Er is niet onder je stoel! Ja, dat is voor de challenge, man. Hey, is die onder je stoel, maar die brand dus uit! Oh, kijk eens even! Zo! Kijk eens even! Wow, zo! Wow, wow, wow! Hey, kom mij op! Kom mij op! Moet ruiken, moet ruiken! Ja, even! Oh! Oh! Godverdomme, wat is die lekker zeg, hé! Hey. We vergeten bijna wat. Oh, het moet natuurlijk ook op de social media account worden toegevoegd. We kunnen natuurlijk niet leven zonder social media, jongens. We kunnen niet leven zonder Instagram. Dus dat moet ook even op zonder... Instagram. Hey Sam, pak even de gram. Op Instagram gepost worden. Hey, we zaten net in dat restaurantje we posten op de PC. Ze dachten dat we een gay couple waren. Ze kwamen allemaal naar ons toe. Doen jullie dit expres dezelfde, want we hadden ook nog dezelfde jas, hè? Maar er zijn ook gewoon mensen die er zaten te eten, weet je wel, van... Wat is hier de bedoeling? Ja, we kijken ons ook even zitten hier dan. Dus groeimaten. Het kwam echt door die bril gewoon, van vrouwen. Gewoon schijt aan hebben, gewoon aandoen. En even met je groeimaat toch. Hè? Hij pakt elkaar zijn hand nog even vast. Hey. Hè? Maar dacht jij inderdaad, hè? Kom mij dan schelen. Fijn weekend. Kom mij dan schelen. Ja,
van deze meppen. We hebben de stoelen vandaan gehaald, hé. Het ligt alleen sinds de kerk. Zo, hé. Wat een genoot. Wat een genoot. Op deze. Schoen, in te nemen. Dat is de trommelijke kop. Wat is hier weer lekker, hè? Oh, we gaan weer even lekker die benen trainen. Gaan we voor toe. En armen. En schouders. En dan het pakket. Ga erin. Wat het is. Bijna. Houd je aan de avond. Hoi! Daar gaan we! Lekker! Zeg een beetje pakken! Bij opgebomde jak! Oh, 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 oh! Nou, nou, nou! Wat een flank ik heb vandaag! Heb je al lekker getraind nu? Ja, ja, ik ben klaar. Jij bent alweer klaar. Wil je hem ook horen of niet? Zeker. Ja, pas je op voor je horen dan, hè? Ja. Komt ie, hè? Lekker, hè? Heb je nog meer van die dingen? Of, Ja, ik heb... heb je nog meer? Ja, ik heb toevallig heb ik er nog meer van die dingen, ja. Die Lambo ook. Waar haal je dat geld vandaan? Ja. Goed werken natuurlijk. Goed werken? Jij zegt het heel goed. Hard werken. Nou, ook vooral goed werken. Ja. Lekker dag hier. Oh, kijk eens even wat op. Wow, 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 wow. Zo, zo. Oh, ja, het is toch woensdag, joh. Ik kan maar gewoon, hoor. Ik heb een rode pakje aangetrokken vandaag. Ja. Oh, joh. Ja, wat zitten we er weer bij, hè, Buffel? Hey. Wow, wow, wow. Wat zitten we er weer bij, hè? Wow, wow, wow. Hey. Oh, dat maakt niet, hè? Ik heb alleen nog een witte baan nodig. Zeker, ja. Ja, dat kunnen we wel even doen, hoor. Nou, niet in de Ferrari. Ik zit er wel lekker in, hoor, de laatste tijd. Die Limburg. Goeie mate, die Limburg die klapt er wel even lekker in, hoor, bij mij. Dus ik blijf nog even bulken. Jij ook, Buffel. We moeten gewoon samen erin Mijn zitten. Mijn hoofd past bijna niet eens op het scherm. Nee. Ik weet niet, hoor. Even een blauw duimpje voor het breedste Buffelhoofd van Nederland. Het is ook wel echt een breed hoofd, inderdaad. Maar goed. Nee, maar zoals vandaag, net even gewoon goed gegeten. Die Limburg klapt. Shit. Dan gaat het goed. Die Limburg klapt er goed in. Ik had weer 2.30 gedeadlift, dus dat is weer lekker. Ik heb dit jaar mijn record benchpress wel. Ik zou vandaag dan gelijk weer kunnen squatten. Weet je, fucked up is dat wel, hoor. Ik ga wel beter trainen, hoor. Gisteren 2.30 gedeadlift en dan nu squatten. Dat is wel echt fucked up, hoor. Maar is goed, ik ga het proberen. Op mijn Nike Air Max ook nog. Want het liefst wil je natuurlijk een platte schoen hebben bij deadliften. We lullen veel te lang. Ik neem nog een scoop en we gaan. Nou, dan maken we wel even een fotootje, jongens. Ja. Yeah. En Buffel, maak even een fotootje met de goede maatjes. Dan zit hij in de ene laatste, daar kan ik dus niet tegen. Als het in de ene laatste zit, dan doe je dat met het hele pakket vol. Ophalen bij Smolland.
Oké, nou goeie maten, dat was de training weer. De Goud Droog Challenge gaat dus 1 januari beginnen. Je kan je alvast inschrijven. Schrijf je op tijd in om je programma op tijd te hebben. Wij gaan weer met het paardje naar huis, want Ginny zit op ons te wachten. Groei lekker, ga voor goud. Breng jij de tent af! Oh! Vuurwerkbril, vuurwerkbril! Hé! Hey. Heb je een nieuwe jas? Wow! Wat een mooie jas heb jij, hè? Waar is papa's auto? Nee, papa toch. Is dat papa's auto? Wow. Ja. Mooi, hè? En welke nog meer dan, Jin? Ja. Even cadeautjes gehaald van mama. Oh. Hoppie.